Headshot. Niks aan de hand. Oeh, Tisha. Sick knife kill. Je weet hoe ik met die messen ben. Gordon Ramsay samurai style. Jaden, weer dood. Je familie moet wel vaak begrafenis voor je regelen, man. Wat is een camp kill? Jouw opa was toch NSB'er? Hoe ben je zo slecht in dit? Je moeder is toch... Zo, wat zijn we hier aan het doen? Dit is een studieruimte. We zijn ook aan het studeren. Geschiedenis. Dit is geen geschiedenis. Jawel. Tweede Wereldoorlog? Ja, we leren hier echt vet veel van. Het was een hele heftige tijd, weet je. Dik veel kills, man. Eng heftig voor die kinderen die opgroeiden in die battlemaps. O ja? Waar ging de Tweede Wereldoorlog dan over? Hè? Huh? Nazis? Iets met Hitler? Ja, man. Het was iets met die gast. Die schreeuwde vet veel in het Duits. Een echte oorlog is geen spelletje, ja? Het is doodsangst. Kunnen jullie je dat voorstellen? Dat je ieder moment kan sterven? Kan dit toch ook? Hartaanval, hersenbloeding, meteoriet, Russische truck die door de muur inkomt, hartverzakking, vloerverzakking, Russisch vliegtuig die door de muur inkomt. Prima. Oh, ik krijg echt veel te weinig voor betaald. Deze guy. Gaan we nog een keer? Andere teams? Of willen jullie weer ingemaakt worden? Ik kom met Tisha. Tisha is echt goed. Thanks, man. Voor een meisje dan. Hey, wat is dan nou weer voor bullshit voor een meisje? Het is toch zo? Je bent best wel een asshole, hè? Voor een jongen dan. Hey, Tisha Afrika. Nog een potje? Ja, kom. Oké, nog één potje dan. Waar de fuck ben ik? Rio, wakker worden. Laat me slapen. Had zo'n lekkere, harde droom over Anouk, man. Die van The Voice. We waren in Blijdorp. Bij het Oceanium. Zij, ik en haar 6 kinderen. Gewoon een lekker dagje uit. Heeft zij 6 kinderen? Ja, man. Gewoon samen naar de vissen kijken. Ik was echt goed met die kids. En ik gaf Anouk de stabiliteit die ze nodig heeft. Wacht. Waar zijn we? In de studieruimte, man. Ik denk iets te lang blijven doorgamen. Let's go, man. Yo, step back. Ik zit voor op de deur. Wacht. Dat was nog van het spel. Ik slaap nog half. Nee, wat nu? Misschien staat er een raam open. Yo, too spooky for me. Oh, wat nu? Hey! Wie is eindelijk wakker? Ik dacht, ach joh, laat jullie wel lekker slapen. Oeh, je had ons wakker moeten maken. We konden nu naar huis. Ik heb alles al gecheckt. Alles is dicht. Nee, man. Volgens mij is er iemand een klein beetje bang. Ik ben niet bang. Oké, luister. Ik heb echt een scary creepypasta. Heb je ooit gehoord van Charlie? Ja, kut. Oké, ik heb een andere. Heb je gehoord van Slenderman? Slenderina? Slenderopa? Granny Piggy? Alle creepypasta's zuigen, man. Broer, luister. Dit is de allerengste ooit. Dit is bij een vriend van me gebeurd. Je hebt geen vriend. Nooit gebeurd. Luister. Hij was een pizzabezorger. Dus hij kreeg een bestelling. 2 salami. Waarom zou je niet gewoon 2 verschillende smaken? Dan kan je mixen. Broer, luister. Hij komt aan bij het adres. Flatgebouw. Kutzooi, denkt hij. Want dat betekent trappen. Hij belt aan bij de intercom. Hallo? Geen reactie. Maar wel zo'n bzzz. Dus hij loopt naar binnen. Al die trappen op. Zoveel trappen. Wauw. Echt super spannend, man, dit.
trap lopen. Vertel me meer over die trappen. Luister. Dus hij komt aan bij het appartement. Maar de deur staat al wagenwijd open. Hij klopt. Geen reactie. En het stonk daar ook heel erg. Dus hij loopt naar binnen. Ziet allemaal pizzadozen op de grond. Hij kijkt omhoog. Ziet hier een dode dikke gast al 3 weken dood zijn. Maar wie heeft dan de pizza besteld? Dus de geest heeft de pizza besteld? True story. Nee, sorry. Waste of time. Geesten bestaan niet. Oh, nee? Deze tablet was van mijn opa. Die NSB-opa? Precies. Toen hij stierf, zat hij hier op Sudoku's te spelen. Ik kreeg zijn tablet. Maar nu zit zijn geest hierin. Oh, ik geloof je meteen. Durf jij me vragen te stellen? Op een Ouija board app? Tuurlijk, man. Ik durf alles. Ik heb 5 Nights at Freddy's helemaal uitgespeeld. Je hebt alleen die streams gezien. Het is bijna hetzelfde. Stel een vraag dan. Oké. Beste NSB-opa van Jaden. Ik wil u respectvol vragen stellen. Bent u trots op uw eigen kleinzoon? Of vindt u me fucking loose omdat ze slecht zijn gamen? Gast, geef! What the fuck? Yo! Wat was dat? Wie doet dit? Ik niet! Deze tablet was geen eens van mijn opa! Nee. Yo! Jullie reageerden niet op mijn appjes. Ik probeerde te zijn er bij de stoppenkast buiten. Ja. Ja, klopt. Ja. Het heeft weinig zin meer om naar huis te gaan. Over 2 uur begint de les al. Wow, ik ga hier slapen, man. Verder dromen over Anouk. Ze heeft me nodig. Stabiele stiefpapa. Ja, man. Ik denk ook dat ik maar eens ga slapen, jongens. Trusten. Ik hoorde je gillen. Als een meisje. Wat? Gillen? Als een meisje? Nee. Ik gil gewoon als een jongen. Wat? Trusten. Twee salami. Dat is wel super creepy op zich. Want waarom bestel je niet gewoon 2 salami? Kan je mixen? Dat is wel heel creepy op zich. Want waarom bestel je 2 salami? Hey. Je hebt 2 smaken, je kan het mixen toch?